De Floriade BV heeft een bedrag van 9 miljoen euro extra gevraagd. Dat bleek gisteravond op de politieke markt. Maar dat vindt het college van BMW te veel. Het wordt iets tussen de 3 en de 6 miljoen, zegt wethouder Jan Hoek. Ik vind dat wij het aan onszelf en aan de gemeenteraad en aan de bewoners van Almere verplicht zijn om dit verzoek van de BV op een hele goede, zorgvuldige en strenge manier te beoordelen. En dan zullen we naar de gemeenteraad komen met wat de BV daar precies mee wil gaan doen. Waar bovenop komt dit bedrag? Op de middelen die al ter beschikking zijn gesteld aan de BV. En hoeveel zijn dat er? Dan hebben we het over miljoenen. Verschillende politieke partijen hebben moeite met nog meer geld voor de wereldtuinbouwtentoonstelling. Jesse Luijendijk van de Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen. Dat is ons al meerdere keren gezegd dat het echt afgelopen was. En dat tot zo en niet verder, voor 2 jaar geleden nog. En ja, aan de andere kant zie je dus dat de kwaliteit en de innovaties die ons beloofd is bij de Floriade niet gehaald lijkt te gaan worden. Dus aan de ene kant wil het college meer geld, aan de andere kant krijgen we er minder voor. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. De PVV vindt de 3 tot 6 miljoen die Almere extra wil geven voor de Floriade onacceptabel. Fractievoorzitter Toon van Dijk. We willen antwoorden op hoeveel geld er uiteindelijk bij moet. Maar vooral willen we ook antwoorden op hoe de Floriade er uiteindelijk uit gaat zien. Hoe innovatief wordt het? Hoe onderscheidend wordt het? En hoe groot is het risico dat de mensen die het college zegt dat er allemaal naar de Floriade gaan komen, er ook daadwerkelijk komen? Want wij zijn bang voor een compleet uitgekleed evenement. Wethouder Jan Hoek is een andere mening toegedaan. Nee, er is geen enkele reden om dat aan te nemen. We zijn nog steeds bezig om met elkaar een mooie expo te organiseren waar mensen graag naartoe willen. We willen een expo organiseren waarin je de groene stad van de toekomst zult zien. En ik denk dat we die ook gaan neerzetten. Van Dijk gelooft daar niet in. Hij wil dat er een extern onderzoek komt. Wij denken dat het van belang is om nu een onderzoek in te stellen om uit te zoeken hoe reëel het is dat je in 2020 in maart, 2022 moet ik zeggen, in maart, die Floriade daadwerkelijk kunt openen. Ik denk dat wij ons vooral moeten concentreren op het organiseren van een goede Floriade.